We gaan nu kijken naar de situatie van het heden, niet de status quo. De volgende spreker is Sandra Pontanesi, hoogleraar Gender en Postcolonial Studies aan de Universiteit Utrecht, maar ook bestuurslid van de LNVH en zeer ter zakenkundig op het gebied van de monitor. Ga je gang. Dankjewel, Ineke. Ook namens de Athena Angels met Evelyn Kroonen, Naomi Elmers en Judy Mesman. Jullie zijn een waardevol bondgenoten van het LNVA, de Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleren. Het is mijn genoegen om vandaag namens het bestuur, als bestuurlid van de LNVA hier te staan. Misschien is het ook leuk om te vermelden dat de allereerste hoogleraar in Europa, in de wereld, kwam in 1732. En dat is mijn alma mater aan de Universiteit van Bologna, Laura Bassi, een natuurkundig. Dus het is voor mij dubbel genoeg om hier te staan vandaag voor deze gelegenheid. Een van de belangrijke taken van de... Een van de belangrijkste taken van het LNVA, samen met alle andere benoemingen van prijzen, is het uitbrengen van de monitor vrouwelijke hoogleraren. In deze monitor bieden we een overzicht van de actuele man-vrouw verdeling in de Nederlandse wetenschap. We publiceren de precieze percentage van vrouwen in verschillende wetenschappelijke functies. Aan de monitor ligt de zogenaamde WOPI, personeelgegeven ten grondslag, een databestand onderhouden wordt door de Vereniging van de Universiteiten, de VSNU. Afgelopen 12 december presenteerden we de monitor vrouwelijke hoogleraar 2016, dat jullie hier kunnen zien. De monitor 2016 is de eerste editie van een serie jaarlijks monitors. In afstemming met de universiteiten kiezen we daarbij voor een selectie van hoofdstukken uit de uitgebreidere monitor die verschijnt om de 3 jaar. Bijzonder aan deze jaarlijke versie is dat we naast de gebruikelijke cijfers en percentage ook één aspect dat mogelijk ten grondslag ligt aan de geringe doorstroom van vrouwen naar de wetenschappelijke top nader toelichten. Dit keer was het thema beloningverschillen. Vandaar neem ik een aantal resultaten uit de monitor met u door. Wellicht zijn niet alle visualisaties even goed te zien aan de schermen. Als het goed is, hebben jullie al een monitor aangekregen, kon in alle rust nalezen straks. Hoe groot is dan deel vrouwen in de hooglerarenkorps? In 2015 wordt 18% van het totale aantal hoogleraar FT ingevuld door vrouwen. Ik heb het hier over hoogleraren die een bezoldigde overeenkomst met de universiteit hebben. Namelijk berekend in personen, dit is 568 in een totaalgroep van 3151 hoogleraren. Dit percentage is in opzicht van vorig jaar met 0,9% gegroeid. Ook in de monitor zien we dat een aandeel vrouwen bij elke stap in de academische loopbaan afneemt. De percentage vrouwelijke afgestudeerden ligt nog steeds boven de 50%. Onder de promovendi zien we een aandeel van 43,2% vrouwen. Dat gaat lager naar 38,6% onder vrouwelijke universitaire docent. En alleen maar 26,3% onder universitaire of docenten. En uiteindelijk blijft 18% vrouwelijke hoogleraar. Samengevat, wat betekent dit precies? Dat zijn 1 op 3 vrouwen is universitair docent, 1 op 4 vrouwen is universitair of docent en alleen maar 1 op 6 ook leraar is dus vrouw. Hoe zien we deze ontwikkeling eruit in een tijdbestek van 10 jaar? Welke groei hebben plaatsgevonden gekeken naar de functiecategorieën? Wellicht je 2 opvallende zaken uit. De groei van de groep vrouwelijke universitaire of docenten in personen is over de periode 2005-2015 bijna met 90% gegroeid. Van 343 vrouwelijke UAD's in 2005
naar 646 vrouwen geoordeeld in 2015. Bij de mannelijke universitaire hoofddocent is er juist sprake van een lichte krimp, van 1778 naar 1747. Het aantal vrouwelijke hoogleraren in personen is in 10 jaar meer dan verdubbeld, van 250 naar 568. Het aantal mannelijke hoogleraars stijgt in deze periode met een kleine 10%. Het klasseplafondindex is een indicator voor doorstroom van vrouwen naar hogere functiecategorieën. Het geeft de verhouding aan tussen de vertegenwoordiging van vrouwen op het hogere niveau en de vertegenwoordiging van vrouwen op het niveau van net onder. De KPI is gelijk aan 1,0, neutraal, wanneer het aandeel vrouwen in deze twee op- en volgende functiecategorieën aan elkaar gelijk is. Voor vrouwen geldt: de KPI van promovendus naar universitair docent naderde in 2015 met 1,0. De KPI van universitair docent naar universitair of docent in 2015 is 1,5. De daling van de KPI voor de functieovergang universitair of docent naar hoogleraar blijft steken. Sinds 2007 is deze onveranderd gelijk aan 1,5. Het klasseplafond is daarmee nog altijd het meest belemmerend in de functieovergang van universitair of docent naar hoogleraar. Als we verder inzoomen naar de functiecategorieën, kunnen we onderscheid maken tussen functieniveaus. We zien dan dat het aandeel vrouwen in de lagere functieniveau steeds hoger is dan het aandeel vrouwen in de hogere functieniveau. Zo is het aandeel vrouwen in de functiecategorie hoogleraar 1 lager, namelijk 9%, dan het aandeel vrouwen in de functiecategorie hoogleraar 2, 21,2%. Als we dit omrekenen in een glazenplafondindex, komen we op 2,4. En ook voor de andere functiecategorieën geldt dat het aandeel vrouwen in functieniveau 2 hoger is dan het aandeel vrouwen in functieniveau 1. Dat geldt voor UD en UAD's. We weten nu dat het algemene percentage vrouwelijke hoogleraar in het land 18% is. Maar hoe staat hij ervoor in de afzonderlijke universiteiten? De percentage vrouwelijke hoogleraar per universiteit loopt uiteen. Van 9,6% aan de universiteit, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tot 24,5% aan de Open Universiteit. De universiteiten waar Johanna Westdijk hoogleraar was, scoren met 21% aan de Utrecht Universiteit en de Universiteit van Amsterdam 21,4%. Bij de Technische Universiteit TU Eindhoven, TU Delft en Universiteit Twente liggen de percentage vrouwelijke hoogleraar voor het eerst boven de 10%. Daar waar Wageningen Universiteit Eckensluiten was, zijn we daar nu 11,9% vrouwelijke hoogleraar ten opzichte van de 7,4% van 2014. De Erasmus Universiteit Rotterdam is de enige universiteit die nog onder de 10% ziet. Per universiteit hebben we de percentage vrouwen voor elke stapfunctiecategorie geïdentificeerd. Het percentage vrouwen voor elke functiecategorie is op een horizontale as 0 tot 100% geplaatst, waardoor het verschil tussen het aandeel vrouwen in elke groep zichtbaar wordt. Opvallend is het grote verschil in aandeel vrouwen onder promovendi en het aandeel vrouwen onder hoogleraren bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Wageningen Universiteit. In Wageningen zien we bijvoorbeeld 54,4 vrouwelijke promovendi en alleen maar 11,9% vrouwelijke hoogleraren. Bij de TU Delft en TU Eindhoven is dat verschil het kleinst en liggen de bolletjes corresponderen met het aandeel vrouwen in de functiecategorieën dichtst bij elkaar. Zo is het percentage vrouwelijke promovendi in Delft 18,3% tegenover een percentage van vrouwelijke hoogleraar van 11,5%. Bij de Universiteit Leiden is het percentage vrouwelijke universitair docent met 46,7% zelf hoger dan de vrouwelijke promovendi met 45%.
Dat komt bij geen enkele andere universiteiten voor. Voor de wetenschapgebied gezondheid geldt dat het grootste deel van het wetenschappelijke personeel niet onder de medische faculteiten van de universiteiten, maar onder de universitaire medische centra valt. We behandelen dus de UMC in onze monitor dan ook apart. Percentage vrouwelijke cochlea in personen is sinds onze monitor van vorig jaar bij elke universitaire medische centra gegroeid. Het aantal vrouwelijke cochlea bij UMC is in een jaar tijd met 2% gestegen, van 19,4% naar 21,4%. 2 van de 8 UMC hebben de grens van 25% zelf gepasseerd of bereikt. Dat gaat om de AMC en de VUMC. Nu, we zoveel bestuurders hier in de zaal hebben, is het wellicht ook goed om naar de man-vrouwenverdeling in de bestuurlagen van de wetenschap te kijken. Het academische management aan de universiteiten, dat zijn de decanen, onderwijs- en onderzoeksdirecteuren, is met 22,5% goed op weg naar de critical mass op 30% te behalen. Zowel in de college van bestuur als in de raden van toezicht van de universiteiten ligt het aandeel vrouwen rond of boven de 30%. Zowel de KNAW als de MBO zijn bestuurlijk in transitie. De precieze man-vrouw verdeling moet in de komende jaar duidelijk worden. De jonge academie doet het zoals altijd goed met 25% vrouwelijke leden. We zijn zeer opvol voor de cijfer met betrekking tot de KNAW-leden. Met de extra rondes in het kader van de Johanna Wessendijkjaar hopen we in de monitor van 2017-2018 mooi stijgende aantallen te kunnen laten zien. Zoals gezegd kent de jaarlijke LMVA-monitor naast de genoemde cijfer en percentage in verdieping op een mechanisme. In deze versie was het thema loonkloof, naar aanleiding van het in 2016 verschenen LMVA-rapport Financiële beloning van mannen en vrouwen in de wetenschap. In eerdere editie van de monitor vrouwelijke cochlea blijkt al dat vrouwelijke wetenschappen minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Hoe groot dat verschil precies is, dat onderzochten we in details. Conclusie. UAD's en ook leraren verdienen bruto €799 per maand minder. Gecorrigeerd op leeftijd, functie en functieniveau blijft er nog steeds een verschil bestaan van €53 per maand. Dat zijn miljoenen mis, zou ik zeggen. Jullie kunnen met rust de monitor ook online bekijken. Ik wil deze presentatie afsluiten met de woorden die Johanna Wessendijk sprak aan het einde van haar carrière en die opgenomen is in de biografie van Patricia Fase. Nu zeg ik altijd tegen de meisjesstudenten, blijf niet onverschillig, want wij vrouwen zijn er nog altijd niet. Dank u wel voor de aandacht.